ziet er een beetje sneu uit zijn belblaas. Maar ja, Sjaak Noord moest en zou de special effects verzorgen hoor. Geeft niks, bedenk ervan. Straak, hè? Zit ook straak, hoor. Maar, met je lichaam al zeker, dan kom er dan mee weg. Kijk, als je dik bent, moet je het niet aantrekken, hè? Dat wordt compleet vergek. Dat ging niet. Goedenavond. Ik ben Pieterke. Pieterke Onderwater. Bij mij draait alles om duiken. Nou, misschien wel duiken. Onze pa, die was zelfs duiker. Tenminste, ja, dat dacht ik. Op school zei de juffrouw is, Pieterke, wat doen jullie een pa tegenwoordig? Ik zeg, nou juf, die is duiker bij beter bed. Nou, zegt ze, ik denk dat je dat niet helemaal goed begrepen hebt, menneke. Vraag dat thuis nog eens na. Ik zeg, dag erop, ik zeg, juf, je hebt helemaal gelijk. Hij ligt met een druiper, Giet Elisabeth. Alles draait bij mij om deuken. Ik denk wel eens ooit dat deuken beter is dan seks. Dat vertel ik wel, onder water lijkt alles schotter. Je kunt de rubber keer meer dan in een keer gebruiken. En je krijgt niet meteen een knal van harses als je bij je deuk tegen een vrouw zegt: zo hoor, je bent al flink daar. Bij mij draait alles om deuken. Ik droom zelfs over deuken. Verweeg droomde ik nog dat ik op een onbewoond eiland ongespoeld was. En ik lag er helemaal uitgedreugd op het strand. Komt er een vrouw uit de zee. Slank, blond, strak en zo'n klein bikini. Hè? En ze komt op me afgelopen. En ze zegt: Pieter, jij zult wel dorst hebben. En ze zet zo een ijskoude pilsje voor meneer. En terwijl ze langzaam er een bikini losknipt, zegt ze: en dit zullen we helemaal gemist hebben. Ik zeg: je gaat me toch niet vertellen dat je mijn deurspullen bij hebt.